Goedemorgen, het is vandaag zaterdagochtend. Ik ga nu naar het station van Rotterdam Noord, dan de Rotterdam Centraal, Tilburg, Den Bosch. Want vandaag gaan wij aflevering 4 opnemen van Spoorloos Verdwenen, waar ik me weer ga verstoppen vandaag. En ja, ik ben benieuwd welke provincie ik krijg vandaag. Ik neem jullie weer mee. In Tilburg komt dadelijk ook Mick erbij. Die gaan met me mee rijden van Tilburg naar Den Bosch. En ja, dus ik ben benieuwd welke provincie ik vandaag krijg. We gaan het wel zien. Maar in ieder geval, ik ben nu weg naar het station toe van Rotterdam Noord. Nou, en ik ben nu al heel snel op Noord. Ik heb niet gelopen, want ik was ook het echt niet redder. Dus ja, ik ben maar even met de Uber gegaan naar dinges. Oh, de eerste Intercity van de dag komt eraan. Naar Leeuwarden. Nee, losse ICM. Net op z'n best. Een losse ICM tieven op deze lijn. Maar ik ben even met een Uber daar hierheen gegaan. Anders zou ik het echt niet redden. Maar ja. Nu wacht op de Sprinter. De enige met een SLT. De rest voor nu rijdt allemaal met rughernia. Dus ik blij. Maar in ieder geval ben ik nu op Rotterdam Noord. En nu nog een kwartiertje wachten. 20 minuten wachten op mijn Sprinter. Nou, inmiddels in Tilburg. En is het wachten op Mick. Die komt zo. En als het goed is, het rijden heeft al veilig. Redelijk veilig. En ja, zo te overstappen op het DDZ4 naar Den Bosch. Weer samen met Mick. Gaat eerst hier naar mij toe om weer naar Den Bosch te gaan. Ik weet niet wat hier. Heel ai. Nee, maar ja, dus wacht op de 36. Oh ja, Mick komt eraan. Nee. Maar ja, nu in ieder geval Tilburg. Nu zo wachten met een DDZ4. Waar ook 2 garen FAP-autisten in zitten. Waar ik totaal geen zin in heb. Daar ga ik niet bij zitten. Sorry, eten zit vast. Maar ja, in ieder geval, ik zie Mick zijn trein aankomen. Nee, maar in ieder geval nu zo naar Den Bosch. Zo, daar komt de trein naar Den Bosch. Ja, je hoort waarschijnlijk niks, omdat deze herrie maakt hier. Maar in ieder geval, deze trein nemen wij naar Den Bosch. Vanuit dinges. Vanuit hier. Nou, nogmaals goedemorgen. Welkom weer. We zijn nu in Den Bosch, hè, Mick? Ja, Den Wij gaan Bosch. Vandaag aflevering 4 opnemen van welke serie nog? Spoorloos Verdwenen. Ja, en dit keer ga ik me dus weer verstoppen. Ja. En jij gaat me weer zoeken. En heel Friesland, alsjeblieft. Nou, ik hoop het voor je dat ik geen Friesland krijg vandaag. Nee. Maar ja, we gaan het zien wel. Ja. Ik ga zo meteen aan het rad draaien. En dan ga ik kijken naar welke provincie ik ga. Dan moet ik in de tussen wachten. Totdat ik weg ben, dan pas mag je het perron op. Of het station in dan. Ja, nou, in ieder geval, ik ga dan nu aan het rad draaien om te kijken waar ik naartoe ga. Yes. Zoals je ziet, hier zijn de overige provincies die wij nog hebben. Ik ga nu aan het rad draaien waar ik naartoe ga. Nou, daar gaan we. Oké, ja, dit wordt leuk. Nou, ik heb dus Gelderland gekregen. En ja, dan gaan we daar maar heen, hè. Kijken welk station ik ga nemen. Maar in ieder geval, ik heb Gelderland gekregen. Zo, net de trein waar ik mee ben gekomen hier vanuit Tilburg. Neem ik dus nu weer door naar Arnhem Centraal. En dan vanaf daar kijken of ik naar. Ik ga sowieso even een Arriva-lijn opzoeken. Of de lijn Arnhem-Winterswijk doen. Of B, Arnhem-Tiel. Dus. Ik ga nu richting Arnhem Centraal. En dan daarna ga ik kijken welke Arriva-lijn als eerste aansluit. De lijn naar Tiel is een half uur overstap in Arnhem. En dadelijk even kijken hoe de overstap is voor de lijn naar Winterswijk. Dus in ieder geval nu op weg naar Arnhem met deze Intercity. Nou ja, inmiddels bijna in Nijmegen. Mick krijgt zo, als ik weg ben hier, krijgt hij zijn eerste hint. Alleen in Arnhem moet ik even kijken welke kant ik op ga. Ik kan de Valleilijn op, dus dat is tussen Ede en Amersfoort. Ik kan dat op Barneveld. Ik kan de lijn naar Winterswijk op en ik kan de lijn naar Tiel op. Dus ik heb 3 opties die ik wil doen. Dus ja, Mick wou zo graag Gelderland hebben.
Die heb ik nu gekregen. Dat zal die niet leuk vinden. Maar ik ga zo meteen de eerste hint eruit gooien. Dat is, ik ben hier redelijk ver vandaan en dus toch op deze traject geen NS-treinen. Ja. Nou, inmiddels ben ik in Arnhem. Ik ga hier of met de trein zometeen naar Tiel, dus richting Hennem-Dodewaard. Of ik ga naar richting Winterswijk. Maar ik ga in ieder geval met Arriva, één van de twee. De trein naar Winterswijk vertrekt wel iets eerder dan de trein naar Tiel. Dus het is helemaal 3 minuten. Maar ja, het lijntje naar Tiel dat rijdt 1 keer per uur. En het lijntje naar Winterswijk rijdt elk 30 minuten. Dus ik moet even kijken welke ik ga nemen. Maar ik kan natuurlijk ook nog de Valleilijn op. Ja, Mick was al naar Utrecht gegaan. Daar mag hij dus gaan uitvogelen welke kant ik op ben gegaan. Hij krijgt pas over 30 minuten tot 1 uur zijn tweede hint mee. Dus in ieder geval, ja, kijk, daar staat de DDZ die ik mee ben gekomen. Is een keer wat anders dan een Verum op de 3600. Maar ja, nou, ik ben benieuwd welke kant hij zo op gaat. Daar hou ik jullie op de hoogte van welke kant hij zo meteen op is gegaan. Hij is naar Eindhoven gegaan. Ik zit niet daar. Ik zit heel de andere kant op. Maar ik geef hem dadelijk pas hint 2. En nou, ik zit nu dus in de trein richting Winterswijk. Ik ga nog even kijken welke kant of welk station ik eruit ga. Misschien helemaal wat op Winterswijk. Maar in ieder geval, we gaan nog een pokkenend zijn vanuit Eindhoven naar Winterswijk te komen. Succes, Mick. Maar ja, ik zit nu in de Arriva GTW. Deze wijk waarschijnlijk Winterswijk, ergens op een tussengelegen station. Maar in ieder geval nu op weg deze kant uit richting Winterswijk. Hij dacht dus echt dat ik in Limburg zat. Ik zit niet in Limburg hoor. Ik zit nog steeds in de trein naar Winterswijk. Maar hij dacht dus dat ik in de trein zat richting Limburg. Nee, vandaag niet. Nu mag hij zo vanaf Eindhoven terugsteken richting Den Bosch waarschijnlijk. Maar ja. Ik geef hem zo meteen over 30 minuten hint 3, dan mag hij gaan uitzoeken. Hoe zal het nu met Nick gaan dat hij erachter komt dat ik in Gelderland zit? Nou, ik ben nou echt bij Gaanderen, dus ik ben er pas over 30 minuten. 28 minuten. Mijn post op mijn eindbestemming. Hij is not amused. Nee, hoe zal het dus nu met Nick vergaan dat ik in Gelderland zit? Nou, Priscilla rijdt gewoon godverdomme in Gelderland. Leuk. Nu mag ik dat pleurenstuk naar Arnhem toe gaan. Er is ergens een verstoring of zo. En dat heeft ze me net als in 3 gegeven dat er een verstoring is. Godsamme. Nu in Eindhoven net heel gauw de overstap gehaald. Maar dit is niet leuk. Nou ja, inmiddels is de trein zowat redelijk leeg. Kijk. Bijna. En ik ben bijna in Winterswijk nog 2 halters. Dit is een pokkenend van Arnhem. En Mick dacht dat het dus in Maastricht-Randwijk zat. Nee, ik zit niet in Maastricht-Randwijk. Ik ga een hele andere kant op. Maar hij weet waarschijnlijk dat ik in Winterswijk ben. Ik geef hem zo meteen hint 4 als ik daar ben. En ik hoop dat er een wc is, want ik moet pissen. Want in deze trein zitten geen wc's. Als hij uiteindelijk hier is, het valt nog mee. Voordat hij hier is, is het 10 over 1 of zo. Dus het valt nog mee. Als er alles mee zit. En dan gaan we dan gewoon via Zutphen terug of zo. Want ik ga niet heel deze graflijn weer af. Dan ga ik wel even via Zutphen, is wat makkelijker. Dan kunnen we daar gewoon de trein pakken richting Deventer of richting Arnhem weer. Weet je wel, de 3600. Maar ja, bijna Winterswijk. En dan wacht 2,5 uur waarschijnlijk wachten tot dat niet komt. Heeft er heel veel zin in om de Achterhoek op te gaan? Nee. En dan vond hij niet leuk dat ik Gelderland heb gekregen. Ha! Ja, hij wou zo graag Gelderland. Maar die heeft hij niet gekregen. Nu heb ik hem gekregen. In ieder geval nog bijna Winterswijk. Nou, daar staat de trein. Inmiddels dus aangekomen in Winterswijk. Nu mag ik dus hier wachten tot 10 over 1 voordat Mick een keer hier is. Dat dus, dat vind ik ervan. Maar in ieder geval Winterswijk. Dus nu wachten tot 10 over 1, dan is Mick waarschijnlijk hier, want hij is nu alweer in Den Bosch. Hij moet nu wachten op de 3600 naar Arnhem. En dan heeft hij ook net als ik een leuke half uur overstap op de trein naar Winterswijk. Maar ja, in ieder geval ben ik nu op Winterswijk en nu wachten totdat ik een keer tevoorschijn duikt. Hè? Nou, ik heb gelukkig hier kunnen pissen.
Nou ga ik even het centrum bekijken van Winterswijk. Dus ik ben benieuwd hoe dat is. Ja, want ik moet nu toch wachten tot 10:01 voordat Nick überhaupt een keer hier is. Dus ja, richting het centrum. Hè. Ik weet niet hoe ver dat lopen is, maar we kijken wel even. Anders gaan we gewoon weer terug naar het station van Winterswijk. Het is wel heel mooi hier in Winterswijk. Nou, nu op markt of zo. Maar ja, hier een mooie kerk. En dan ja, straks weer terug naar het station en Nick op wachten. Zo, dat was de binnenstad van Winterswijk. Net even een paar kippendingetjes gehaald hierachter. Nu ga ik weer terug naar het station van Winterswijk. Het regent nog steeds. Maar in ieder geval, ja, het is goed. Dus ik dus nu op weg naar Arnhem. En het duurt nog wel even voordat hij een keertje bij mij is. De gids van Arnhem naar Winterswijk is tyfuslang. Maar je ziet hier ook echt gewoon heel veel Duitsers. Ja, Winterswijk ligt vlakbij Duitsland natuurlijk. Dus ja. Maar we zijn dus nu weer terug naar Winterswijk. En dan gaan we lekker wachten wat Mick komt. Ja, dat ritje van Arnhem naar Winterswijk is zo lang. Dus dadelijk pakken we gewoon de trein naar Zutphen. Vanuit Winterswijk. Die duurt iets korter. Maar een half uur of zo. Dus ja. Zo, die bladeren zijn glad joh. Maar in ieder geval weer terug naar Winterswijk. Nou, voor onze bushobbyisten, hier staat dus ook een bus van Arriva. Dit is best een klein busstation van Winterswijk. Nou, en een buurtbus lijkt het wel wat ervoor staat. Maar ja, dit is het busstation van Winterswijk. Nou, zit ik dan lekker te wachten. Kijk hier, Winterswijk in het wachthuisje. En hier staat ook wel leuk. Kijk. Ja, dat is wel leuk, maar... En Nick wou weer met de RE19 gaan, maar die trein zat vol, omdat de 3 treinen daarvoor zijn uitgevallen. Geen handig idee, dus heeft hij ook maar niet gedaan, hij kon niet eens zitten. Ja, ik had hem al gezegd, dus pak nou maar niet die RE19, want die zit helemaal stampend vol. Nou, zoals goed is, is die trein naar Winterswijk voor hem er nu al op het perron. En dan duurt het 1 uur en 5 minuten voordat hij een keer hier is. Ai. Maar ja, in ieder geval Winterswijk, ja. Moet er maar wat, hè. Maar in ieder geval moeten nog even 1 uur wachten totdat Mick hier een keer is. Duurt lang. Echo. Nou, hoe zou Mick het vinden in de Achterhoek met de trein? Zou hij dat leuk vinden? Ik denk het niet, maar het zal mij benieuwen hoe Mick het vindt in de Achterhoek. Station Gaanderen hier intussen. Wat een depressie hier. Je bent gewoon midden in een woonwijk gewoon beland hier. Nou jongens en meiden, nog 20 minuten is eindelijk Mick eens een keer hier. Tjonge, hij dacht even dat ik in Limbabwe zat. Nee, ik zit in Gelderland in de depressievolle Winterswijk. Nee, dat is tof jongens, echt waar. Wie verzint dit ook? Echt waar. Gelukkig is het nou weer droog, want het heeft net even geregend en zo. Maar ja, het is nu weer droog. Hij zal wel nu ergens bij Vasseveld zijn of zo, weet ik veel. Ja, zoiets. Dus het zal nu niet lang meer duren voordat hij er is. Hè, kunnen we eindelijk uit dit depressie Winterswijk weg. Godverdomme, kunnen we naar Zutphen. Gelukkig dat dat nu een halfuursdienst is geworden. Het was net nog een uursdienst. Maar ja, het is nu een half uur dienst geworden sinds net, dus ja, dat scheelt. Maar ja, in ieder geval, nou ja, sinds 1:30, nee, 1:30. Maar ja, in ieder geval, dus nu wacht op Mick. En dan kunnen we eindelijk weg uit dit depressieve Winterswijk. Want Arnhem Winterswijk is gewoon een tyfuslangenrouter. Maar ja, weet je, hij heeft mij minder snel gevonden als ik dat ik hem laatst had gevonden in Almere. Dat was echt gewoon een snelheidsrecord. Dit niet. Maar ja, in ieder geval, hij komt binnen nu 20 minuten en dan eindelijk weg hier uit Winterswijk. Nou ja, ik zie nu dat hij net binnenkomt in Aalten. Als hij daar zo meteen vertrekt, ga ik naar buiten. En onze veer op 6 is omgeruild voor de 4:04. NS, waarom? Waarom? Waarom niet een veer op 6 naar een veer op 4? Maar ja, als het goed is komt hij er dus bijna aan. Hij is nu in Aalten.
Om 1 uur vertrekt hij daar weer. En dan is het over 10 minuten. Daarna is hij dan hier. Misschien iets eerder. Maar in ieder geval, ja. Hij is de Berne. Hij is nu 1 halte hiervoor. Maar ja, het schiet al aardig op. En ja, we zo meteen naar Zutphen. En straks ga ik met mijn vrachtwagen mee naar Schiphol. Ja, ja. En daarna ICNG naar Rotterdam, als het goed is. En dan ga ik ook lekker naar huis. Morgen weer een treindag, dus ja. Maar ja, in ieder geval, als het goed is, kom ik binnen 10 minuten aan. Dan ben ik eindelijk verlost hier van de tyfus, Winterswijk. Echt waar. Het is leuk en aardig, maar ik ben er klaar mee voor vandaag daar. Hier dan. Zo, dan gaan we ook maar weer even inchecken, want Mick komt natuurlijk ieder moment. En anders vergeet ik het weer, ik weet hoe dat gaat. Zo, ingecheckt. En nu wacht op Mick, komt over een paar minuten. Kijk hier, allemaal zetpillentreinen. Allemaal zetpillen hier. Nou, kijk eens wie zijn trein eraan komt. Jongen, jongen, jongen. Nu pas komt eindelijk een keer Mick aanrijden. Het heeft even geduurd, maar hij komt eraan hoor, met zijn GTW Z-pil. Maar ja, in ieder geval, ja, net als goed is, in die trein zit dus Mick. En heeft hij me eindelijk gevonden, nou weet ik veel hoe lang dat hij dacht dat ik in Limburg zat. Fout, ik zat in Gelderland. De provincie die hij graag wil hebben, die heb ik gekregen. Maar in ieder geval, daar komt hij aan met zijn trein hoor. Nou, en daar komt de trein aan die wij gaan zo meteen gaan pakken naar Zutphen. De andere Arriva Z-pil vanuit Apeldoorn Zutphen, die kant uit. Die pakken wij zo meteen naar Zutphen toe. Ja, ja. Nou, daar zou je hem hebben hoor. Jongen, jongen, jongen. Vond het echt niet leuk dat ik hier zat. Kijk hem daar. Hij heeft dat graflijntje overleefd. Jongen, jongen, jongen. Ja, meneer, wat vond u er nou van dat ik hier zit in depressie Winterswijk? Ja, dit vond hij niet leuk. Ja, ik ga ook een kutplek opzoeken, dat weet je toch, Mick? Ik heb dit op de glazen van je verwacht. Dat ik hierheen zou gaan? Waar dacht je dan dat ik heen zou gaan? Ik dacht dat je maar een strikte hand. Ja, nee, Mick. Nee, ik zit hier in de Achterhoek. Ja, Mick, we gaan dwars door de Achterhoek. Ja, dat merk ik, ja. Nou, inmiddels zitten we al in de trein naar Zutphen. Hi, Mick. Yes. Nou, hij heeft mij eindelijk gevonden. Wat vond je ervan dat ik in de Achterhoek zat? Nooit meer, nooit meer. Maar blij dat het voorbij nu is. Ja, nou, wij gaan nu naar Zutphen. Ik heb al gezegd over aflevering 5 nog. Weet het niet, want Jack gaat binnenkort op interview. Ja, klopt. Vanaf 1 april tot dus 8 april, 9 april. Ja. Kijk op interview. Ik heb misschien besloten dat we misschien de volgende aflevering kunnen doen nadat jij van interview. Ja, denk het ook wel, ja. Dan is het ook iets warmer. Ja. Dus dan zal het waarschijnlijk half april zijn dat de volgende aflevering wordt opgenomen. Dus ja, tot die tijd stil je. Dus, ja. Maar komen er wel bij mij interview voor staan? Ja, dat wel. Dus. Volgend jaar gaan wij op interview. Met z'n tweeën, ja. Ja, dat is leuk. Ja, voor hem voor de eerste keer. Ja, dus spannend. Ja, nou in ieder geval, ik hoop dat jullie deze aflevering vier leuk vonden. Druk duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal van hem en van mij en de omroep gaat af. En dus dan zien we bij de volgende aflevering. Binnenkort een keertje. Later. Later.